Het is best wel lang geleden dat ik hier eigenlijk weer geweest ben. Ik moet weer wennen. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3. Ik ben er weer, Stevie. En Glaceon is er natuurlijk ook bij. Terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben wij pilaren neergehaald. En hebben we een van de sterkste bogen neergehaald. Of het pakken gekregen. En hebben we daar even lol gehad met wat bazen. En offscreen. Offscreen. Offscreen ben ik heel eventjes bezig geweest met. Waar heb ik ze eigenlijk staan? Final Events. Hard Mode Stuffs. Ben ik heel eventjes op jacht geweest naar Unicorn Horns. Omdat, ja, we gaan toch heel erg veel. Holy arrows nodig hebben. Oh, holy arrows. Ik vind het wel grappig. Bij Worms had je de holy grenade. En hier hebben we de holy arrows. Die gewoon heel erg handig zijn. Ik heb wel reacties gekregen over dat Hatchet een hele goede melee aanval is. Maar jullie weten mij. Ik ben meer van de range. Dus vandaag. Even kijken. Heb ik nog. Waar is mijn ammo? Ik heb een ammo kistje altijd. Waar is ammo? Hier. Oh, we hebben nog 999. Als ik dat nou eens eerder had geweten. Nou ja, we hebben dan in ieder geval... Weet je wat, we gaan gewoon eventjes een stekje kopen. Gewone pijlen, we maken er nog even een paar bij. En waarom heb ik Star Sail Bellen nog steeds met een dingen? Goed, in ieder geval, in deze aflevering gaan we dus Dookie lastigvallen. Of zoals ik zeg, Primal Magikarp. En de Blood Moon is rising, yay. Dat zijn van die dingen, daar zit ik nou niet op te wachten. Ik bedoel, serieus, ik heb meer te doen vandaag. Nou ja... Hoi. Weet je, wees druk hier. Gaat de schel, denk ik. Ik ben zo terug. Oké, ik wil zo min mogelijk eigenlijk gaan knippen. Dus vandaar. Eens even kijken. Holy arrows. We hebben die. En dan bij... Ik moet het zo uitzetten. Zo. Oké, dat hebben we gedaan. Kan ik holy arrows hier maken? Ja, ik kan holy arrows maken. Kom een pijl tekort. We hebben in ieder geval genoeg pijlen, dat is zeker voor onze Dookie. En nee, ik wil eigenlijk niet te druk bezig gaan houden met deze gasten hier. Zonder wall of all comments natuurlijk. Wat ik eigenlijk wil gaan doen is, ik wil onze vleugelset gaan upgraden. Zodat wij makkelijker in de lucht kunnen bewegen. En eens even kijken. Heb ik Hardmore Ores? Dan heb ik 20. Ik geloof dat het er 20 waren. En we hebben er hier nog zo. Nou is mijn vraag hopelijk dat we genoeg paddenstoelen hebben. Want we gaan dus voor een Shroomite hoverboard. We gaan back to the future style. Health potions. Hoeveel heb ik van die gekke dingen? Potions, ingrediënten, seeds, dingers. Ik weet niet wat die genoeg is. Ik hoop het. Een stomme stinkbladmoe maakt het ook niet echt makkelijker. Oké, nou laten we gewoon deze kant op gaan. Nou ja, we kunnen nog wel eventjes hier even wat meer pakken. Heb ik mijn kettingzaag bij? Nou ja, ik heb de hammock bij me, dus daar kan ik het ook wel mee doen. Het gaat erom dat we het neer kunnen maaien, dus dat is het belangrijkste op het moment. Auw. Nou ja, jullie zien wel gelijk waar dat... Ga heen. Ga neer. Luister, wij gaan Dookie verslaan, dus dan gaan we niet beginnen met een death. Duidelijk? Mooi. En laat mijn truffel buddy met rust. Ik vind het eigenlijk wel grappig hoe dat er eigenlijk ook paddenstoelen er bovenop... Wacht even, we hadden toch al die... Waar heb ik dat ding gelaten dan? Hey jongens! Enough! Sleep! Nou! Dankjewel, Leroy. Ik hoop dat je hier was, maar dat ben je niet. Wat zijn dit? Ik zou het, of heb ik die dan toch in mijn huis neergezet? Ah, die heb ik hier staan. Doei. Au. Au, wat raakt mij? Ga weg. Oké. En ja, we hebben er 18. Mooi, en we houden nog meer dan genoeg over. Oké. Wat hebben we nodig? Souls of Flight? Ik heb heel erg veel zooi in mijn inventory op het moment. Zo, dat is allemaal weg. Seed plants.
deze die mogen we dan. Ik bedoel, het is een tijdje geleden dat ik weer heb opgenomen. En de reden is natuurlijk Breath of the Wild. En natuurlijk evenementen. En ja, tot ik ook druk ben met mijn werk. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Meneer de clown, wilt u alstublieft mijn huis verlaten? Dankjewel, want ik haat clowns. Nee, echt serieus, ik ben geen fan van clowns. Ben je nou zelf een clown die aan het kijken is? Sorry. Daar word ik fan van. Ik bedoel, wees blij met je clownerig zijn en alles, maar... Ga maar gewoon buiten. Oké, wat hadden we nou nodig? Want we hebben die... Oh ja, Souls of Flight hadden we nodig. En die zouden dan hier... Hebben we Souls of Flight genoeg? Oh, hebben we Souls of Flight genoeg, wou die zeggen. hebben we dan nog iets nodig? Souls of Flight? Of hebben we daar de 20 voor nodig? We hebben er 20 van nodig. En anders gaan we gewoon eventjes langs onze grote vriend Steve. Ik heb er eentje te veel gepakt, alsjeblieft. Ja, nee. Maakt niet uit. Ik leg de taak wel weer terug. Ga jij eens even mijn huis uit. Ja, gigantische oogbal. En jullie mogen ook weg. Ga weg. Kijk, hier hebben we hem. De hoverboard. Die wou ik hebben. Oh, en we hadden er maar 18 nodig. Ik denk dat we 20 nodig hadden. Maar we hadden maar 18 nodig. Willen jullie mijn huis nu uitgaan? Verdorie! Ik probeer hier stuff voor elkaar te krijgen. Echt, eerste dag van Terraria weet dat ik aan het opnemen ben. En gelijk gooit het spel me weer met het Blood Moon. Ik begin het spel steeds meer te haten. En het haat mij ook. Marr. Zo, en die deur die blijft nou dicht. Oké, Blood Moon is bijna voorbij. Wat hebben we erop? 4% critical strike penalty. En jij hebt 4% damage. We hoeven in ieder geval niet... Hold down! En jump to hover. We hoeven in ieder geval niet moeilijker mee te gaan doen. Ik weet niet. Ik vind die vleugels... Oh, dit is zo gaaf. Ik vind die vleugels vind ik wel wat hebben eigenlijk. Dus ik wil ze heel eventjes in mijn personal chest eventjes doen. Gewoon hier zo. Wat vind jij, Glaceon? Ik vind het ook. Even kijken. Zo, deze... Waar... Hier. Zo. Ik mag gewoon even in mijn personal kistje. Dat vind ik het zielig. Oké, nou. Wil jij mijn huis uitgaan? En jij komt nog niet eens binnen. Ga weg. Ga... Dank je. Oké. Dan hebben we dus nu bosses. Ik heb er een beetje veel. Heb ik mijn visengel bij me? Zonder visengel komen natuurlijk nergens. Ik zie niks. Nee, ik heb hem volgens mij niet bij me. Nou, ik pak deze ook wel even bij. Health potions hebben we genoeg. Volgens mij zit hij dan in mijn piggy bank. Oké, nou, dat is... potion of regenerations heb ik ook niet. Dus ik moet sun... Ik moet van die sun dinges hebben. Dan moet ik toch wachten tot het daar is. Wat heb ik die nou? Ik heb de 100ste bladzombie verslagen. Jee, wat leuk. Oké, we gaan de potion of regeneration maken. En volgens mij had ik hier een paar bloempotten al staan. Moeten we alleen even wachten tot het dag is. Dus ik zie jullie in een seconde. En ook nog eens een keertje piraten. Echt, als dit zo door blijft gaan, dan stop ik met de opname vandaag de dag nog. Oké, nou, ik was even bezig met potions te maken. En dan krijgen we dus ook nog eens een keertje piraten. Oh, hier zit ik zo niet op te wachten. In ieder geval, ik zie de daybloom seeds, die zijn klaar. Nou ja, we hebben er 3. Beter iets dan niet zomaar zeggen. Kun je even... Dank je. Zo. Goed, dan hebben we nodig. Potion of regeneration, daar hebben we. Lop, we staan jullie. Heb wat. Even kijken, health potions, nee. Voor potions, ingrediënten. Seed and plants. Daar hebben we voor nodig. Wat mushrooms hebben we nodig. De dameblooms hebben we al in onze inventory. De seeds die kunnen daarbij. Ja, ik weet dat ze komen en ze wachten maar eventjes. Ze zijn er al. Ik zie jullie in nog een seconde. Wauw. Die deed gewoon eventjes 400 damage met een kanon. Wauw. Die dingen die stellen ook helemaal niks voor met het wapen als boog. Wauw. Oh, dat was het. Klaar? Heb je nog iets leuks van de piratenschip trouwens?
Oké, de kanonschot van die piraat, dat was nogal vervelend. Ik bedoel, serieus, dat deed 400 damage, dus... Laat ik het zo zeggen, dat vond ik zelf persoonlijk nogal een cheap death. Maar om heel eerlijk te zijn, moet ik zeggen dat we het niet verkeerd gedaan hebben. Ik bedoel, we zijn behoorlijk snel doorheen gegaan. Oké, jullie mogen er wel uit. Dan kunnen we weer eventjes al het geld ervoor pakken. Ik bedoel, we hebben een platinum coin en we hebben weer heel veel rotzooi ervoor kunnen verkopen. Maar goed, ik wil dolgraag Duke Fishy doen en... Terraria zegt dat ik het niet mag doen, maar daar heb ik lak aan. We doen het toch. Oké, spijkbal schrijf even weg. Toch weer 40 gold, hè? Nice. En dan vraag ik mij af hoeveel ik hier wel niet heb gekild. Want ik heb gewoon de hele tijd deze kant op zitten te mappen. Omdat ik echt zoiets had van... Ja, zo kan ik wel weer. Goed. Laat ik heel even kijken naar golden furniture. We hebben al een golden bear. Oh, Steve. Steve, jouw huis heeft een upgrade nodig. Ik bedoel, serieus. Jij bent awesome. Dus, hoezo heb jij hier houten stuff liggen? Niks houten stuff. Kijk eens, voor jou een hele mooie gouden bank. En een gouden piano, zodat je muziek kan spelen. Dat vindt Mumee altijd heel erg leuk als je muziek zou kunnen spelen. En kijk eens, krijg je ook nog eens hier een golden lamp bij. En golden chair natuurlijk, want anders zou je een piano kunnen spelen. En natuurlijk wil je ook graag je handen kunnen wassen als je gespeeld hebt. Ik weet niet waarom, maar waarschijnlijk zou je dat willen doen. Even kijken, hebben we nog meer leuke dingetjes opgepakt wat voor goud is? Nee, niet echt. Nou, Steve, alsjeblieft. Speciaal voor jou. En die mag je ook hebben. Gewoon voor redenen. Weet ik voor waarom. Deze doe ik nog even bij. Zo. Zo leuk. Ben je zo blij? Mooi. Goed. Nou, we hebben nog wat dingen even wat we kunnen verkopen. Dus eventjes shop. Jou willen we absoluut niet verkopen. Jou kunnen... Ja, op zich sharp pickaxe X. 110. Ja, deze die is 100% beter natuurlijk. Bijna 100%, meer dan 100% beter. 200, 210. Ja, deze kan gewoon weg. Het is zonde, maar ja, we kunnen niet alles bewaren. Gold piano, die hebben we eentje aan Steve gegeven, dus die mag ook weg. We hebben wel holy arrows gebruikt, dus kunnen we daar alvast eventjes weer erbij gooien. Gel hebben we niet nodig meer. Die mogen weg, houten furniture die mag weg. De mushrooms die hadden we al gepakt in verband met dat we de potions wouden maken. Goed, laten we nou maar die potions gaan maken, want anders komen we er helemaal nergens. Resources. Awesome bars. Lead bar, lead ore voor defensive potions. Die hadden we nodig. Oké. Nou hoop ik dat we meer als genoeg potions kunnen maken. Als het goed is... Ik heb bottles bij me, oké. Als het goed is, we zullen het zien. Please gebruik niet mijn sunflower. Hij gebruikt mijn sunflower. Hij gebruikt weer mijn sunflower. Tuurlijk! Tuurlijk spel! Tuurlijk! Ik weet dat je boos bent dat ik je een tijdje eventjes in de steek heb gelaten, maar serieus! Enough! Oké, nou, eens even kijken. Waar ging deze warp naartoe? Die ging naar het Fisherman's huisje. Deze warp die ging naar... Nex. Die moet ik nog aansluiten. Deze die gaat naar de... Oké, dat is op zich wel handig. Deze die gaat naar onze farm. Oké, waar heb ik... Daar heb ik nog niet eens naar gekeken. Wauw. Ik ben zo goed voorbereid. Volgens mij had er boven ook sporials liggen. Dat het een stuk sneller zou gaan. Ik bedoel, ik weet niet precies welke kant op dat ik Dookie wil eigenlijk bevechten. En dat is natuurlijk wel heel fijn om te weten. Om te kijken van, goh, welke is nou op het moment het veiligste. Dus ik pak heel eventjes onze sneltrein. En ik ga heel eventjes snel naar de oceaan toe om dat eventjes te gaan kijken. En dan kijk ik even met jullie babbelen. Want ik bedoel, echt serieus, we worden de hele tijd lastig gevallen. Dan weer door een Blood Moon. En dan weer door een andere piraten invasion. En... Maar goed. Wat ik jullie wou vertellen is... Terraria, ik vind het een hartstikke leuk spel, maar de let's play die gaat een beetje aan de trage kant en dat heeft zo zijn redenen. Ik heb tegenwoordig een unboxing video, ik heb van alles heb ik wat. En vroeger was het altijd van dat ik één let's play heb en daar focus ik op. Maar evenementen, ik vind ze geweldig en daarvoor wil ik ze ook zeker blijven doen. Dus daarom ben ik ook zeker van plan om evenementen te blijven doen. Dus vlogs over evenementen, die zullen ook echt zeker wel komen. De unboxing video, ik vind het hartstikke leuk om samen te werken zo met René. Om jullie de kaarten te laten zien. Zelf een deck te maken, misschien zelf een keertje zo training card game te kunnen spelen. Dus ja, ik hoop jullie daar een keertje inderdaad ook weer mee te kunnen zien. Als ik op R druk, dan gaat het een stuk sneller. Oké, we hebben hier geen... dit was eigenlijk best... Oh nee, wacht. We kunnen onder water zwemmen. Dit is op zich wel een hele mooie battle arena.
Haha, die golf van een veetje. Of van mijn bal. Ik ben Aquaman. Oké, dit is op zich wel een heel mooi stukje land. Op zich zou dit wel kunnen. Oké, eventjes snel naar de andere kant kijken. Dus ik vind het wel leuk. Ik bedoel, serieus, het gaat lekker snel. En als ik het dadelijk goed time en goed spring, kunnen we gelijk naar de overkant komen. Dat is hartstikke leuk. Maar goed, ja, evenementen, kaart unboxings, die zullen zeker komen. Legend of Zelda, die maak ik zeker af. Want ik vind het een hartstikke leuke serie. Het enige nadeel is dat, ja, Nintendo doet het een beetje moeilijk op het moment erover. Maar goed, Breath of the Wild, misschien. Heel misschien dat ik daar dan een soort van sneak peek video van maak. In verband met, ja, jullie kennen mijn regels. Ik hou niet van spoileren, maar dit... Het spel is gewoon geweldig. En ik zit er zelfs aan te denken om wat meer tijd aan mijn eigen te geven. Om wat meer Breath of the Wild te kunnen spelen. Zodat ik meer informatie er ook over zou kunnen geven op het moment wat echt mijn tasks erover zijn. Want ik weet op dit moment nog een beetje te weinig. En hoezo kan ik niet springen met dit ding? Ik kan niet springen met dit ding. Auw. Hoezo kon ik niet springen met dat ding? Op volle snelheid kun je niet springen met dat ding? Wat is dat voor lame-ass? Nee. Oh, jawel. Alleen dan mag je vooruit niet ingedrukt houden. Oké. Ik mag niet in. Dus ja, maar anders was het wel awesome geweest. Goed. Tot nu toe. Links ziet er goed uit. Rechts ziet er goed uit. Links, rechts. Ik ben nog steeds. Ik heb nog steeds fout mee. Rechts ziet er goed uit. Rechts daar kunnen we potentieel wel een goede battle arena van maken. En dat moet ik dan eigenlijk best wel snel doen als ik Dookie Fishron nog in deze... Laten we eerlijk wezen, het spel wil gewoon niet dat ik Dookie Fishron in deze aflevering doe. Maar dan zijn we in ieder geval goed voorbereid. Hebben we alle pijlen, hebben we alle stuff. Laten we gewoon gaan kijken. En ik hoor een heel eng geluid. Ik ben er niet. Moet ik eigenlijk ook heel eventjes naar kijken. Oh ja, die zitten daar. Nou ja. Hoe verder dat ze van ons weg zitten, hoe beter. Goed. Wat is trouwens automatisch naar beneden? Volgens mij wel. Ja, ga naar beneden. Goed zo. Ik bedoel, we gaan 102 miles per hour. Dit, hier ben ik al geen fan van. Hier ben ik al totaal geen fan van. Dus ik weet waar dat we dus naartoe gaan. We gaan zoveel mogelijk richting het rechtse gebied. Stuiter. Ik denk dat het makkelijkste is om heel eventjes naar huis te gaan. Even wat hout pakken. Kijken of we hardlanders kunnen maken. En tot we daar eventjes een battle arena gaan maken. En nee, we gaan gewoon Dookie. We gaan hem gewoon één keer al proberen in deze aflevering. Hopelijk dat we het ook al gelijk halen. Dus even kijken. Ik wil hout hebben. Heb ik? Even kijken, materialen. Ik heb er maar één. Daar gaan we er gewoon wat meer van maken. Chain. Ik zoek chain, waar is mijn chain heen? Ik dacht dat ik chain had. Ik kan niet zingen, ik weet het. Sorry. Heb ik echt geen chain? Jesus! Ik ben zo goed voorbereid! Ahem. Chain. Zo, hier, moet je kijken. Hoppakee, 60 chain. Klaar. Geen gezeur, een lassiehond. Misschien is het ook wel handig om daar even mijn geld even weg te stoppen. Hard lanterns. Gewoon gelijk het 8 maken. Ik bedoel, we hebben geen hardcontainers meer nodig. Wat moeten we met hardcontainers? Serieus. Materialen, die mogen weer terug. Poef. Hier, chain. Zie je dat? Hier. En jij blijft hier. Goed zo. Hout hadden we nodig voor de pilaren. Gel. Nou, trouwens, je kunt volgens mij craften gewoon vanuit hier zo. Ja. Zo, een paar fire dingetjes. Hartstikke leuk. Zijn ondertussen alweer wat bloemetjes gegroeid? Nee, oké. Nou, we hebben de tweede. Is op zich best wel goed. Hebben we nog meer nodig? Ja, we hebben de vissingengel nodig om op te roepen. We hebben de lens eigenlijk niet nodig, maar die heb ik gewoon bij me omdat ik dat leuk vind. We kunnen alle hulp eigenlijk gebruiken. Umbreon's Shadow Ball, waarom ook niet. En ik zie jullie bij de oceaan. Oké, we hebben de voorbereidingen. Ik ga hier zoveel spijt van krijgen. Oké, zijn al mijn dingen goed. Dat ziet er allemaal goed uit. Ik heb al mijn potions bij me. Ik heb mijn healing stuff bij me. Ik heb genoeg holy arrows bij me. Ik ben vergeten mijn geld weg te stoppen. Kan hier ook in. Goed. Ik ben er klaar voor. Denk ik. Wacht, misschien is het niet handig om dat hier te doen. Misschien is het handiger om even een loopruimte te kunnen hebben. Ik bedoel, ik ben snel, toch? Ik ben bang. En buff! Oké.
Ik ga concentreren, jongens. Er is weinig audio commentaar op het moment. Maar zie de damage die we doen. Primal Magikarp. Waar is hij? Oh, hij zit al in de tweede fase. Hij zit al in de tweede fase, jongens. Waar is hij? Gewoon blijven schieten, gewoon blijven schieten, gewoon blijven schieten. Primal Magikarp gets wrecked. Oh, nice. Ik heb hem nog niet eens één keer gezien. Ja, heel eventjes. Een screenshotje ervan. Wow. Dit wapen is OP, jongens. Oh, ik hou van dit wapen. Ik hou van dit wapen. Ik hou zoveel van dit wapen. Dit wapen is awesome. Oh, Dookie. Ik bedoel, Primal Magikarp. Hi. Auw. Maar wie ben je dan? Wat kun je dan? Na, 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 na. Joink. Ik wist dat de hoverboard heel erg fijn zou zijn. Hier, hij zit nou alweer in zijn tweede vorm. Hoi. Hoi. Paal. Oh, hier zitten Sharknado's. Daar ben ik geen fan van. Niet zomaar op mij induiken. Niet zomaar op mij induiken. Stoute Magikarp. Stoute Magikarp jij. Primal Magikarp. Gewone Magikarp zijn heel erg lief. Primal Magikarp. Iets minder. Waar is hij? Oh, daar. Hoi. Oh, ik zou jullie weer belachelijk maken, sorry. Sukkel. Ik denk dat ik er heel even een montage van ga maken. Ah, niks montage. We gaan gewoon door. Misschien was het handig geweest om heel eventjes te wachten tot ik weer full health had. Ah, who cares? Who needs full health? Weet jullie nog met was dat met de golem dat ik in één keer heel erg dacht bij maken van... Ach joh, waar maak ik me zorgen over? Ik vind het wel fijn dat ik zoveel van die hoeken kan draaien zo. Hey! Oh, ik moet wel op de beach blijven, anders hebben we een probleem. Oké. Hij is boos. Ben je al neer? Wauw! Best kill ever! Oh, we hebben al 3 treasure. Ik maak ze gewoon op. Dan kunnen we in de volgende aflevering kunnen we dan gewoon de laatste pilaren neerhalen. Komt er maar. Here's Primal Magikarp. Miss me. Ik bedoel, ik heb van Jolteon heb ik nou de snelheid een beetje te pakken. En een Goblin Army? Serieus, ik ben met Dookie bezig. Een beetje afstand houden, missen. Dookie. Ik noem je de hele tijd Dookie. Ik ben Primal Magikarp. Ik bedoel, serieus. We zijn deze Let's Play al zo begonnen. Dan moeten we hem ook wel zo afmaken, vind ik. Dat vind ik wel zo netjes. Oké, toch voor de zekerheid maar even help pakken. Oh. Zou ik niet recht in jou vliegen? Misschien is dat wel een goed idee. Au. We hebben er nog eentje. Hoe lang heb ik mijn potions nog? Lang genoeg. Ik bedoel, we hebben hem nog vijf keer verslagen. Oké, daar is hij alweer. Ik was nog niet voorbereid. Oké, ik mag geen smoesjes gebruiken, maar... ik moet zeggen, sinds dat we die hoverboard hebben... Oh, zijn zijn aanvallen zoveel makkelijker te dodgen. Ik hoef nog niet eens full screen te gebruiken. Daar ben ik zo blij mee. Ja, Goblin Army. Oh, boy. Het voordeel van deze bow is op het moment dat hij dus raakt, dan homet hij zich op de vijand. En dan schiet hij zoveel pijlen meer en... Oh. Auw. Auw. Oké, dat zijn dus dingen, daar wil ik wel op uitkijken. Oh, hij is al neer. Is hij neer? Nee, hij is niet neer. Ik dacht dat je neer was, maar dat was je niet. Je loog tegen mij. Waar ben je? Oh, daar ben je. Hij wordt gewoon onzichtbaar in die dingen. Nou ja, we hebben hem 5 keer weten te verslaan zonder dood te gaan. Yay! Het enige nadeel is, nou zou ik dus een Wall of Awesome komend momentje hebben. Maar als we terugkomen, staat er een Goblin Army op ons te wachten. Dus ik zou zeggen... Oh, we hebben de trofee te pakken. Ik zou zeggen, laten we gewoon lekker even kijken wat we in de treasure bag hebben. En laten we daarbij de aflevering afsluiten. En dan in de volgende aflevering 2 comments selecteren. Want ja, thuis kunnen we nou helaas dus niks doen. Goed, we hebben de Shrimpy Truffle Legendary Creature... Attracts a legendary creature with flourishing watering. Is dat een summon? Dit is een summon. Wat voor summon is dat? Oh nee, hiermee kun je vliegen. Dit is een mount dinges. En op het moment dat je onder de helft HP zit, dus dat je nog maar 250 health hebt. Dan...
dan kun je veel sneller met dit ding. Dit is een hele handige mount. Ja, we hebben Jolteon nou eigenlijk een beetje in onze hoverboard. En gouden Jolteon was een ding. Dus ik denk dat de hoverboard Jolteon dan wordt. Omdat Jolteon zorgt ervoor dat we zo snel in de lucht kunnen manoeuvreren. En daardoor even Dookie kunnen verslaan. Ik vind dat dat kan. Eens even kijken. Waar heb ik mijn gouden die? Waar is hij? Hier. Zo. Moet ik even naar hem. En dan gaan we dit even gewoon swappen. Zo. Ik hoop dat jullie het ermee eens zijn. Ik bedoel, serieus. Wauw, moet je ons hoverboard, onze Jolteon nu zien. Hartstikke gaaf. Oké. De tweede item die we hebben gekregen, dat is de een van mijn favoriete wapens in melee. Deze die kan zoveel lekkere damage doen. Dit was eigenlijk een van, zoals jullie weten, in mijn 1.2.4 file. Daar heb ik heel veel met dit voor elkaar gekregen. Dus een heel goede wapen. Oké, nog een mount en een strong tempest step. Dan kunnen wij dus tornadootjes oproepen. Die is ook heel erg leuk. Het is een beetje een Vaporeon wapen, dat hij dan Whirlpool of zo doet. En dat dat ons volgt of zo, weet ik veel. Goed, nog een Flareon. Kunnen wij de boog krijgen? We hebben een bubbelgun. Vaporeon, doe bubbelstraal! En ik ben bang dat ik die laatste niet eens durf te openen in verband met dat mijn inventory vol zit. Ah, screw it! Shrimpy Truffle en de Murderers. Oké, we hebben niet de bow gekregen, maar de bow die hoef ik ook totaal niet. Aangezien dat we dus de beste bow al hebben. En deze die kan op zich ook heel erg leuk zijn. Ik bedoel, serieus, dit is een heel goede magic wapen. Dus kunnen we leuke dingen mee doen. Maar goed, daarmee ga ik het dus laten bij deze aflevering. Heb het leukste momentje, laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, misschien wordt jouw reactie wel gekozen voor de Hall of... Voor de House of Awesome comments. En in de volgende aflevering hoop ik jullie natuurlijk allemaal te zien. Dan gaan we nog eventjes wat meer van die pilaren neerhalen. Dus ik denk jullie voor het kijken. En tot de volgende video weer. En vergeet niet te liken achter te laten. Want ik wens je daar ook de tijd voor hebt. En yada yada yada. Doei!